Als jonge bewuste mama heb ik echt wel de nood om een bijdrage te bieden aan een gezondere, betere toekomst voor de generatie van mijn kinderen. Want ja, die is alarmerend. En ja, suiker en zout hebben daar veel mee te maken. Hoe zijn we zover gekomen? Simpelweg omdat we onze kinderen, onze baby's, niet leren gezond eten wanneer ze daar het meest voor klaarstaan. Het is niet voor niets dat de leeftijd tussen 5-6 maanden, begin van diversificatie en 3 jaar, de gastronomische gouden tijd van een kind is. Op die leeftijd staat een baby van nature open voor een veelheid van smaken en geuren en texturen. En daar moet je juist gebruik van maken. Dat is juist zo belangrijk om op die leeftijd kinderen gezond te leren eten. Om kinderen hun smaakpapillen te gaan stimuleren, om kinderen te leren genieten van gezonde bordjes, zodat ze bij hun eerste expositie aan superverslavend suiker en zout daar veel beter tegen beschermd zullen zijn. Het is dus echt mijn missie om ouders te gaan stimuleren, te gaan helpen om thuis te gaan koken met verse ingrediënten en zoveel mogelijk smaak voor hun baby's zo vroeg mogelijk, zodat die baby's echt gaan genieten van hun bordjes. En geloof me, dat zal echt wel bijdragen tot een gezonde relatie met voeding voor de rest van hun leven.